Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Nederland heeft te maken met bewolking. De aanvoer is vanuit het noorden. En dat betekent dat er ook meer wolken aankomen. Maar tussen die wolken door klaart het af en toe wat op. De lucht is behoorlijk fris en dat betekent dat de neerslag die valt winterse buien oplevert. Er valt van tijd tot tijd hagel, kan natte sneeuw of zelfs wat droge sneeuw vallen. En die neerslag die kan in een felle bui ook eventjes zorgen voor een wit oppervlak, een witte weg en dus voor wat lokale gladheid. Dat blijft zo, want die buien die blijven we wel houden. In het binnenland wordt het wat vaker droog, maar helemaal droog ook weer niet. En in de kustprovincies blijft met die noord- tot noordwestelijke stroming de aanvoer van zee in stand. En blijven dus ook buien aangevoerd worden. Hagel Natte sneeuw, misschien even wat droge sneeuw, een keer een klap-onweer erbij. Het is allemaal mogelijk. En met temperaturen die vanavond en vannacht gaan dalen, tot rond het vriespunt in het binnenland, is de kans op gladheid natuurlijk aannemelijk. Uh, oppassen geblazen, uh, als de weg wit is, is het duidelijk, maar ook buiten buien om kan bevriezing van natte weggedeelten zorgen voor lokale gladheid. Morgen gaat het weer eigenlijk gewoon zo door. We houden buien, we houden kans op onweer hagel en natte sneeuw. En de temperatuur buiten de buien omloopt op naar 2 tot 5 graden. Buiten de buien om is ook ruimte voor wat zonneschijn. En dan is het meteen een heel stuk vriendelijker. We gaan naar de zondag en dat levert weer een heel ander weertype op. We beginnen de dag op veel plaatsen nog droog, maar in de ochtend gaat het van het zuidwesten uit sneeuwen. Die sneeuw breidt zich in de middag uit ook richting Groningen. En dan gaat in de middag in het zuiden van het land de neerslag geleidelijk over in regen met oplopende temperaturen naar zo'n 4 tot zelfs 7 graden in Zeeland. Maar in het noorden van het land wil het niet vlotten met het oplopen van die temperaturen en blijft het tot tegen of zelfs in de avond sneeuwen. Dan wordt het langzaam droog en misschien dat daar de neerslag dus helemaal niet overgaat in een vloed. Vorm. Dat gebeurt wel op de maandag, dan trekt er opnieuw een regengebied over... ...is de kans op winterse neerslag aanmerkelijk kleiner. En liggen de temperaturen ook hoger, gemiddeld op een graad of 6. Net als dinsdag, dan valt er nog een enkele bui, maar is er ook weer ruimte voor een beetje zon. De sneeuwkansen nog even op een rijtje, die zijn dus behoorlijk hoog voor de zondag. De kans op tegen de 3 centimeter sneeuw of zelfs nog wat meer, die loopt op richting de 95 procent. En de dagen daarna zie je dat die kansen langzaamaan beginnen af te nemen. Helemaal uh, zeker dat het winterweer gaat verdwijnen, is het dus nog niet. Maar de kansen op sneeuwval nemen duidelijk af. En de kansen op echt een paar centimeter al helemaal. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.